Op vrijdagmiddag 23 december 2022 werd het iets drukker dan gebruikelijk aan de Oude Kerk in Spaubeek. In dit buurtschap achter het station ligt de Sint-Anna-kapel en dit is een rijksmonument. Ooit stond op deze plek de parochiekerk, maar toen in 1837 de Sint-Laurentiuskerk in het centrum van Spaubeek werd gebouwd, was dit kerkgebouw overbodig en is toen afgebroken. In 1865 werd op de plaats van de oude parochiekerk een kapel gebouwd, ter ere van Sint-Anna. Menige wandeling in de omgeving voert langs deze kapel, die ook veel pelgrims trekt. In de loop der jaren is de kapel verschillende keren gerestaureerd. In de afgelopen jaren kampte het gebouw met forse vochtproblemen, waardoor de muren poreus werden, het stucwerk losliet en ook de gevels beschadigd raakten. Vanaf juni 2022 is er door een werkgroep samen met een gespecialiseerd bedrijf hard gewerkt om oude stuklagen te verwijderen. In totaal werden er 5 nieuwe lagen aangebracht om het vochtprobleem te verhelpen en alles is weer in originele staat geverfd. Het altaar en ook de kerkbanken zijn door vrijwilligers in de tussenliggende periode geschuurd, in de was gezet en recent weer teruggeplaatst. Onder grote belangstelling was nu het moment aangekomen om bij het resultaat stil te staan en werd de kapel ingezegend. We staan hier in het gehucht de Oude Kerk en de naam heeft het gekregen omdat hier vroeger op deze plek de parochiekerk van Spaubeek heeft gestaan. En dit gehucht was toen Spaubeek. De huidige naam van Spaubeek is natuurlijk verroest met de nieuwere kerk, want kerk nummer 2 en kerk nummer 3 die zijn dus eigenlijk in het centrum gebouwd, wat nu dus Genoof of de Hoeve werd genoemd. Verschillende heren waren dus eigenaar van de kerk, maar die onderhielden allemaal afwisselend het koor en het dak en de buitenwerken. En er waren altijd hele grote ruzies tussen die heren wij dat moesten betalen. En de kerk wordt op een gegeven moment zo bouwvallig dat men dit gebouw in 1837 heeft afgebroken. En dat heeft gereborgen ook in deze steen lezen. En toen heeft men ongeveer gelijktijdig daarboven op Genoof heeft men dus de nieuwe kerk gebouwd. Die heeft gelegen waar op dit ogenblik de pastorie ligt. En toen die kerk ook weer bouwvallig wordt, heeft men de huidige kerk gebouwd. Als ik het goed heb in 1926, uit Kunradenstein en neven de Oude Kerk. En toen heeft men de Oude Kerk afgepakt. Mocht ik meneer pastoor van harte welkom heten en hij is ook bereid gevonden om dus namens het kerkbestuur en namens het IVN, maar eigenlijk namens ons allemaal, alle bewoners hier van de Oude Kerk en alle leden en inwoners van Spaubeek die trots mogen zijn op dit juweeltje, want zowel het altaar en de banken en de beelden zijn, en het hekwerk zijn in ieder geval in de hele restauratie metgenomen en het wordt nu weer stralen. Ik mag gaan zegenen en dat betekent altijd 3 dingen. Ik zeg altijd, zegenen is allereerst danken voor het goede wat we gekregen hebben. En er zijn heel veel dingen om voor te danken. Ik wil allereerst de heer Leij Gabriel bedanken. De werklui die deze kapel zo fantastisch en degelijk hebben opgeknapt, zodat ze, ja, dat maken we niet meer mee tot ze weer bouwvallig wordt. Maar ik wil ook danken aan het IVN, die noemde deze kapel de parel onder de 160 wegkruisen die hier in de gemeente Beek zich bevinden. Ik dank ook de overleden mevrouw Ida Henze, die u allen nog wel kent. Ik heb haar niet meer gekend, maar ik ken haar van horen zeggen. Die deze kapel bijna als haar persoonlijke eigendom beschouwde. En natuurlijk allereerst dus dank aan de goede God die dat alles mogelijk maakt. Het tweede is dat wij bij een zegen bescherming vragen tegen gevaren, ongelukken. Het derde is dat wij voorspoed vragen voor de toekomst. En we bidden dan, God, je hebt de krachten van de natuur ondergeschikt willen maken aan de arbeid van mensen. Beziel ons bij al wat wij doen om door ons gezamenlijk werk volop bij te dragen tot de voltooiing van uw schepping. Uw zoon is immers mens geworden in een gewone familie van werkende en gelovige mensen. Hij heeft immers samen met Sint-Jozef tot zijn 30e levensjaar het bescheiden leven van handarbeiders gedeeld. Mogen ook ons dagelijks werk geheiligd worden, dat we u kunnen prijzen om het werk van onze handen. Zegen dan deze kapel, opdat allen die hier in en uitgaan uw bijstand ondervinden tegen alle kwaad, aan alle gevaren ontkomen en beschermd worden tegen ongelukken. Geef dat alle die hier voorbij komen en stilstaan voor een gebed op hun levensweg, dat ze hun levensweg goed kunnen volbrengen. Dat uw Heilige Geest hier mag wonen en deze plaats maakt tot een gezegende plaats. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goed, proficiat en dank u wel voor de aanwezigheid hier vanmiddag.